leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Voort. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Ik ben wakker geworden bij Stan en ik werd wakker met keelpijn en verkouden. Dus dat betekent dat ik moet gaan testen, maar ik wil echt een sneltest gaan doen. Waarschijnlijk wel het via mijn werk, maar dat moet ik regelen. En anders ga ik gewoon een sneltest kopen, want ik ben zaterdag, ga ik mijn verjaardag vieren. En dan wil ik echt uit quarantaine zijn of dat. Maar ja, misschien heb ik het genees. Ik moet even kijken. Ik heb nu online les. Dan ben ik aan het volgen hier. En even kijken hoe de dag loopt. Hoi allemaal. Ik zit inmiddels in de auto met Stan. Dus daar heb ik mijn mondkapje op. We zijn nu onderweg naar de teststraat. Allebei een sneltest. Dus als het goed is, weten we het binnen 15, 20 minuten. Ik hoop echt dat het gewoon negatief is. Want anders kan ik dus mijn verjaardag vrijdag echt vieren en zaterdag, ja, risicovol, ligt eraan of ik geen klachten meer heb. En als ik wel klachten heb, dan kan het natuurlijk niet. Want dat is natuurlijk dan zaterdag wel 6 dagen daarna. En volgens mij moet je 5 dagen in quarantaine. Als je dus klachtvrij bent. Oh, ik heb helemaal buikpijn ervan. Ik heb er helemaal geen zin in. En ik hoop gewoon op het best. Echt, het zou me niet boeien als het gewoon een normale week was. Maar nu precies mijn verjaardag, ja, dan ben ik gewoon vervloekt, denk ik. Dat denk ik echt. Oké, nou, ik heb net getest. Ik Stan ook trouwens. Ik vind die testen altijd echt heel erg meevallen. Maar hij zei bij mij dus van, oh, dat gaat er heel makkelijk in. Dus dat, ik zei, is dat goed of slecht? Zegt hij, ja, dat is gewoon per persoon genetisch bepaald. Zo. Dus nou ja, bij mij doet het nooit zoveel pijn, gelukkig. Ik hoor ook wel sommige mensen dat ze er heel erg last van hebben. Maar ik krijg voor 20 minuten de uitslag, want ik heb dus een sneltest. Ik hoop dat het negatief is. Anders ga ik echt janken voor mijn leven. Woehoe! Oh my god. Ik ben gelukkig negatief, jongens. Thank fucking god. Oh ja. Ik ben zo blij. Ik had helemaal buikpijn en stress. Gewoon dat ik zo bang was dat mijn verjaardag naar de klote was. Maar ik ben negatief. Oh, ik ben zo blij. Jongens, jullie kunnen echt niet begrijpen hoe blij ik ben. Ik ben de hele dag al in zoveel paniek en stress. En Stan zei ook de hele tijd al van, joh, je bent echt niet, echt geen corona. Well, hij probeert natuurlijk gewoon een beetje rustig te praten. Maar ik was helemaal aan het janken vanochtend ook. Want ik dacht, mijn fucking verjaardag gaat weer niet door. En nou, ik was gewoon helemaal over de toeren. Ik ben zo blij dat ik het gewoon nu weet. En dat ik ook gewoon open en open kunnen komen zonder gedoe, weet je al. Want ja, die wil natuurlijk ook gewoon zien. Ik zou morgen op kraamvisite gaan bij mijn nicht. Want die heeft een kindje gekregen. En nou, mijn fucking verjaardag. Hallo. Ik ben zo blij dat ik gewoon niet heb. Ik ben gewoon verkouden. Shit happened. Ik ga nu naar huis. Ga lekker koken. Hello Fresh koken. Want ja, ik moest thuis dan ook de hele dag alleen op mijn kamer zitten. Dat zou ook fucking triest zijn voor mij. En ja, een hectische opening van de vlog. I'm so sorry. Maar ja. In ieder geval, that's life. Ik ga dus nu naar huis. Ga ik koken. En vanaf ga ik denken. Het was het interview begonnen van Oprah met Meghan en Harry. Dus die ga ik afkijken. Oké, ik ga shashuka met verse geitenkaas maken. Het is 30 minuten. Kost wel weer, dus niet zoveel tijd. Lekker. En ja, het is altijd heel lekker. Ik weet niet of je het ooit eens op hebben. Maar het is niet zo heel moeilijk om te maken. Maar het is super lekker. En het is ook vegetarisch. Kijk eens hoe lekker dit eruit begint te zien. Oeh, love it. Oké, ik heb heel de ochtend gewerkt op schooltracht. Vet goed. En net ging de bel. En toen kwam er een super leuk pakketje binnen van Goods & Gusto. Ik heb een outfit. En ik heb hele leuke accessoires voor in mijn kamer. Dus ik ga het eventjes openmaken. Die PostNL bezorger die komt hier ook letterlijk elke dag. Die denkt ook van, wat gebeurt er? Oh, kijk hoe leuk dit is ingepakt. Super leuk. Helemaal leuk ingepakt. Echt wel leuk. Oké, even kijken. Dit heb ik. Ik heb dit letterlijk gisteren besteld. Dus het is echt super snel binnengekomen. Niet normaal. Deze nog. Leuke sticker nog erbij. Wat cute. Ik denk dat in deze dozen de accessoires zitten. En in deze de outfit. Dus ja, ik ga gewoon even openmaken. Ja. De eerste doos zitten de schoenen. Dit zijn echt fabulous hakken. Kijk hoe leuk.
Dit is toch geweldig. Echt heel erg gold. Dus ik heb ze volgens mij in de maat 39. Ja, dus het moet wel passen. Helemaal leuk. Mam, jij kan ze ook nog aan. Jouw maat. Oké, dus deze hakken. Wacht, ik ga het gewoon meteen aandoen. Ik ben te benieuwd. Nou, ze passen echt perfect. Gewoon. Kijk, ik heb hele mooie gelakte nagels. Dus dat komt goed uit. Maar ze passen eigenlijk perfect. Wacht, ik moet het even in de spiegel laten zien boven. Oh my god, I love this. Kijk hoe leuk dit is, jongens. Ze zitten ook echt perfect. Het is een heel klein hakje, dus het loopt echt mega lekker. Oh, I love this. I love it. Dit staat ook echt vet leuk op deze outfit. Oh, ik vind het zo'n leuke verpakking dit. Echt love it. Volgens mij zijn dit dus laarzen, hoge laarzen. Oh, kijk hoe gaaf. Kijk hoe gaaf, man. Leuk hoor. Heel leuk. Ik hoop alleen dat het blijft zitten. Daar ben ik dus benieuwd naar hoe dat blijft zitten. Een heel leuk mintgroen jurkje. En die dacht ik eigenlijk dus met deze hakken te doen. Lijkt me heel leuk. Deze wil ik eigenlijk onder een ander jurkje. Maar dat laat ik zo wel zien. Dan heb ik een superleuke leren beige flare. Het is dus echt een soort leren beige stof. Heel erg leuk. Oh my god, ik ben obsessed met dit jurkje. Kijk hoe leuk dit is. Met deze hakken. Oh my god, dit is toch gewoon geweldig. Iemand gaf dus de tip om een bikershort eronder te dragen. Dat als je zeg maar bukt, dan zie je gewoon een broekje. Als je het zo ziet, is die niet te kort. Maar als je bukt, dan kan je gewoon van de zijkant, dan zie je gewoon zo'n broekje. Ja, dit vind ik echt amazing. Het is toch echt zo'n leuk jurkje. Oh, I love this. Het is echt een van mijn favoriete items. Yay, en die hakken ook. Oh mijn god, deze laarzen. Ik ben echt obsessed. Gewoon, kijk hoe geweldig. Ik was dus echt bang van blijven ze wel zitten. Maar ze zijn best wel strak, dus ze blijven echt goed zitten. En ik vind het ook wel leuk dat het een beetje zo'n kreukel effect heeft. Ik heb het dus op een beige blazerjurk. Ik weet niet of ik dit per se in staan. Ik vind het denk ik leuker op een zwarte blazerjurk, denk ik. Ik ga even een zwarte jurk aandoen. Maar oh, kijk hoe cute. I love this. Ze zijn echt vet gaaf. Oké, ik heb nu gewoon een normaal zwart jurkje aan. En hier vind ik ze ook heel leuk onderstaan. Kijk hoe leuk dit is. Ik vind het echt geweldig. Zo'n tas erbij of zo. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben helemaal obsessed. Helemaal blij. Ik ben echt, echt deze items. Oh, ik heb trouwens nog een item. Oké, en als laatste dus de beige broek. Ik heb hem nu gecombineerd met een top van Shein. Deze is leuk getailleerd. En ja, deze broek is dus echt zo'n leather look. Beige. Ik heb hem met die hakjes weer aan. Hele leuke broek ook. En het is een flare. Dus heel erg leuk ook dit. Echt. Oh, ik ben zo blij met de items. Het is echt heel erg leuk. Ik ben echt helemaal excited weer. Maar ik vind het ook zo'n cute outfitje. Het past ook echt leuk op elkaar, die beige tint en zo. Oeh, ik weet iets. I just did something. Hoe leuk is deze tas bij deze broek? Het is net een andere kleur beige. Dat is jammer, maar het is wel leuk. Oh, love it. Ik ben helemaal weer inspiratie. Oké, dan de accessoires. Wacht, ik ga het allemaal uitpakken. Het is zo cute. Als eerst het hele leuke vaasje. En dan twee kandelaar. Ik heb dan deze en in het goud. En dan van die leuke twisted kaarsen. In het beige en in het grijs. Ik denk deze in die gouden en die in die. Of juist andersom. Ga maar kijken. Nou, ik heb de kaarsen erin. Kijk hoe cute dit is. Ik ga het even leuk op mijn kamer neerzetten. Kijk hoe leuk dit is. Ik heb dit allemaal even bij elkaar gezet. Deze kandelaar is van mijn moeder webshop. Die maakt dit zelf handgemaakt. Zijn ook heel leuk. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Maar ja, helemaal leuk. Ik moest nog voor dit krukje iets leuks, maar dit is helemaal leuk. Goedemorgen, Malte. Vandaag dinsdag. Het is 10 uur. Ik kom net uit de douche. Ik heb mezelf omgekleed. Ik heb deze superleuke
schoudervulling shirt aan. Met een blazer van Naked en een broek van Naked. En schoenen van Conquest Fashion. Ik heb nu een call, dus daar ga ik even in. Ik ga even koffie zetten. Ik heb net even een beetje mijn kamer opgeruimd. Er stond hier een koffer. Ik moet dat nog even filmen voor mijn Insta-stories als ik het aan heb. En verder ga ik zo meteen naar mijn nicht, want die heeft een kindje, dus ik ga op kamervisite. En ik heb vanmiddag les. Oké, ik heb lekker een heerlijke ijskoffie gemaakt. Daar had ik echt zoveel zin in. Nou jongens, ik ben weer terug. Ik heb een heerlijke lunch gemaakt. Iemand zei tegen mij, wat voor lunch maak jij? Zeg maar, hoe kom je aan die recepten? Maar ik bedenk gewoon letterlijk het zelf. Ik pak gewoon wat ik in de koelkast zie en ik maak de restjes op. Ik heb een pita wrap met wat gebakken ei, een beetje ham, tomaat, ui, paprika, rucola en sriracha. Ik heb daarnaast nog een beetje ei over en wat worteltjes. En dit is echt mega gezond. Oh my lord, het is inmiddels al 11:15. Ik weet niet meer de laatste keer dat ik heb gevlogd, volgens mij dat ik ging avondeten ging koken. Nee, dit is helemaal niet waar joh. Ik weet het even niet meer. Ik heb echt super productieve dag gehad. Ik heb echt super veel geregeld. Ik heb de weekvlog al geëdit. Ik heb een andere samenwerking al geregeld. Ik heb heel veel mijn boekhouding kunnen doen. En ik heb een hele planning van morgen gemaakt. Morgen wordt ook een drukke dag, maar wel een hele leuke dag. Ik ga nu lekker naar mijn bed. Lekker op tijd. Voor mij is 11:15 op tijd naar bed. Ik heb heel gelijk. Als ik 12 uur slaap, dat is echt op tijd naar bed gaan voor mij. Ik stand zich altijd van Saar. 12 uur naar bed gaan, dat is niet op tijd. Maar het is voor mij wel. Ik ga naar boven. Ik heb lekker geen make-up op, dus ik hoef alleen mijn tandjes te poetsen. En dan ga ik denk, nou, lekker slapen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is bijna 10 uur. Ik heb me al helemaal opgemaakt. En ik heb even een hele simpele outfit aan. Want ik ga zo meteen me omkleden. Want ik moet stories filmen. Met kleding. Dus ja, dan ga ik me zo meteen toch weer omkleden. Dus daarom heb ik me wel helemaal opgemaakt en zo. Ik ga nu even snel een koffietje drinken. En dan ga ik zo meteen die stories filmen. En daarna ga ik een video filmen. Die voor maandag is. En dan moet ik nog een video filmen die voor zaterdag is. En ik denk dat ik iets van een mukbang ga doen. Gewoon een lunch mukbang. Ja, ik weet ook niet echt wat ik anders kan doen. Oké, het is inmiddels 10:15. En mijn moeder, die gaat nu al boodschappen doen. Dus ze zei, ik ga anders gewoon meteen mee. Want anders wil ik zo meteen ook weer boodschappen doen. En dan ga ik terug op een neer wat helemaal nergens op slaat. Dus ik ga nu dingen halen voor de lunch. En dan ga ik daarna alle video's filmen. Oké, ik heb net een video opgenomen. Het is nu 10:50. 10:15. Ik ga nu de andere video opnemen. Ik ga snel opnemen. Ik heb nu een loungepak aan. Lounge. En ja, ik ga dit even een beetje opruimen. Want het is allemaal dit. Allemaal video gezeik. Guys, ik heb dit video opgenomen. Het is zo een leuke video geworden. Het is zo lekker. Ik heb mijn nieuwe lievelingseten ontdekt. Het is zo fucking lekker. Ik heb Mexicaanse taco's gemaakt. Oh my god, er is nu veel wat ik moet opruimen. Dus dat ga ik doen. En daar moet ik werken, dus. Oké, het is inmiddels 9:30. Ik ben net terug van mijn werk. Ik heb even lekker wat gegeten. En ja, vanavond ga ik niet zoveel doen. Morgen allemaal. Het is al 1:15. Dus het is echt niet morgen. Ja, Stan is gisteren blijven slapen. Was super gezellig. Zijn nog even in bad geweest en serie gekeken. Mokka Mafia, laatste aflevering. Oh my god, dat was zo spannend. Echt kut dat het nu het seizoen afgelopen is. Wij gaan nu even wat eten. Ze hebben vanochtend allebei een beetje aan school gezeten en zo. En ik aan YouTube. En nu gaan we de overgebleven taken van gisteren lekker opeten. Echt super zin in. Oh my god, kijk hoe lekker jongens. We hebben het weer hoor. Als je mukbang nog niet hebt gezien, dan moet je het echt kijken. Want het is gewoon mijn nieuwe favoriete eten. Het is zo lekker. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb de hele dag online les gehad. Ik heb net avond gegeten. Het is nu 6:30. Het is 7:30 bedoel ik. Ik ben aan het editen. Ik ben heel veel aan het editen. Ik moet 2 video's editen. Ik moet nog heel veel andere dingen doen.
Waarschijnlijk denk je echt, waar de fuck ben jij? Ik zit namelijk op mijn broer zijn oude kamer. Ik zat natuurlijk eerst al beneden in de keuken en een hele fijne werkplek. Maar ik irriteer me nogal heel erg aan mijn ouders. Niet omdat ze vervelend zijn, maar omdat ze veel tijd langslopen en toch vragen gaan stellen. En als ik aan het editen ben, wil ik gewoon focussen. En met online les vind ik het ook vervelend. Want dan moet je altijd oortjes in en ik vind het gewoon veel fijner. Ja, om gewoon lekker op mijn kamer te zitten. Rustig. Niet dat je gestoord kan worden. Zoals elk mens gewoon op een kamer zit. Maar op mijn kamer is geen ruimte meer. Omdat daar mijn kleding staat. En daardoor mijn bureau weg moest. Dus nu zit ik hier. Maar ik zal het even laten zien. Hier is gewoon het bed. Moet opgemaakt worden. Hier van mijn neefje. En hier heb ik nu gewoon een bureautje staan. Nou, super chill. Kan ik hier gewoon zitten wanneer ik wil. Als ik beneden wil zitten, kan ik ook gewoon beneden zitten. Maar ik moet nu heel veel editen doen. En ja, dan is het gewoon fijn als ik hier zit. Ook had ik een superleuk PR-pakketje van Garnier gekregen. Wat valt er nou weer? Maar in ieder geval had ik een heel leuk PR-pakketje van Garnier gekregen. Dus die ga ik even unboxen. Snel aan jullie laten zien. Als eerst Michelin Water. En die is echt my favorite van Garnier. Dus daar ben ik super blij mee. Dan deze twee. Deze heb ik ook allebei al. Maar die zijn bijna leeg. Dit is een reinigingsgel, dus een voedende mist. Die heb ik allebei. En ze zijn allebei echt bijna op. Dus komt goed uit. Dan zitten er twee lekkere sheet masks in. Ook heel erg lekker. Altijd gewoon altijd top. Dan zit er een verzachtende nachtolie in. Oeh, herstellende hennep. Dit ga ik vannacht proberen. Lekker nachtolietje. En een balancerende. Ik wil wel weten wat het eruit ziet. Oh! Het ziet er echt mooi uit. Het is echt zo'n mooi pompje. Cute. En dan een dagcreme. Oh, dit is gewoon een tube. Nou, dat is ook heel handig. Dit is echt handig om mee te nemen als je bijvoorbeeld een weekendje gaat op vakantie of zo. Dit gooi je meteen weg. Dan heb ik hier. Oh, dit zijn eco pads. Oh my god. Dit zijn reinigingsdoekjes die je kan wassen. Dus heb je helemaal geen watjes nodig. Oh joh, wat handig. Dus herbruikbaar. Dat je met dit kan gebruiken. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Wat leuk. Oké, nou super chill. Dan zitten er nog een paar make-up dingen in. Een L'Oreal mascara. Mascara komt altijd goed uit. Oeh, een eyeliner. Ik wilde al heel graag een eyeliner kopen, maar ik wil dus echt leren werken met eyeliner. Ik wil een wing. Ik wil echt een wing kunnen maken. Nice. Van L'Oreal. Het is een PR-pakketje van Garnier. Maar er zit ook allemaal L'Oreal producten in. Hier een hele mooie lipliner. Ik had dus een lipliner van Kiko. Die is ook aardig op aan het raken. Dus, en dit komt echt met een vergelijkbare kleur over. Ja, dit ziet er echt wel goed uit. Maar het ziet er mooi uit. Leuk. En als laatst een lippenstift. Oh, heel mooi. Kijk dan. Hele mooie kleur. Ja, dit vind ik echt nice. Zien überhaupt. But I love this. Nou, dit is altijd top. Het zijn ook echt producten die ik gewoon zelf ook gebruik. Dus dat is super chill. Maar ik ga vanavond echt die eco-pads gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Duurt even. Ik ga weer lekker hard werken. Want ik heb mega veel te doen. Oh my god, guys. Ik ben over 1 minuut jarig. Als de deur dicht, ja. Oké, ik ga real-time klok opzoeken. Dan weet ik echt. Oh, ze kan een FaceTime al. Ik ben over 20 seconden jarig. Hey. Hey, schatje. Ik ben over 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's my birthday. Ik ben ook aan het vloggen. Echt? Ja, ik dacht ik ga vloggen omdat dat is mijn birthday. Dankjewel, schat. Maar ja, er zijn een bepaald ding dat gewoon echt nog niet nu al kan komen. Hoezo? Gewoon,
anders had ik natuurlijk al lang bij je gepit. Word je anders bij mij blijven slapen? Tuurlijk. Maar? Baby is gewoon 20. Oh, je bent 20. Good morning! Het is vandaag my birthday! Het is vrijdag. Oh nee, ik zit mascara boven mijn hoofd te doen. Ik heb me helemaal gefliekt, mijn haar gefeund. Zo. En me opgemaakt. Iemand vroeg van welke mascara ik gebruik. Ik zal het zo laten zien. Ik heb dit super leuke, schattige topje aan van Savoo. Ik heb deze mooie wide leg jeans. Ook met leuke zwarte laarsjes. Super leuk outfitje. En ik ga er denk ik een blazer op doen. Nog een zwart blazertje. En mijn haar is echt ontploft. Ja, zo meteen komt Stan. Even binnenkomen oma's. En vanavond ga ik lekker sushi eten. En het wordt helemaal gezellig. Ik zal het even laten zien. Ik gebruik, mijn lifehack is Tweezerman wimperkruller. Dan een primer van Essence. Die is echt geweldig. Dan deze Princess paarse van Essence. Die is amazeballs. En als laatste laagje doe ik altijd maar wat. Ik heb nu de nieuwe mascara die ik gisteravond gebruikte. Had gekregen. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik doe het maar wat. En ik zag gisteravond heel leuk. Ja, ik ga hier echt mijn make-up ermee afhalen. Maar ik had helemaal geen eens make-up op. Dus dat is mokerdom. En ja, ik zit te twijfelen of ik deze oorbellen erbij aan wil. Of dat een beetje te heftig is. Nou, ik kijk wel van. Maar ja, ik ga even wat eten, denk ik. Want het is 12 uur en ik heb nog niks op. En ik, nee. Kijk, ik heb deze leuke blazer op. De broek is trouwens van Naked. En het jasje is ook van Naked. Het is niet een pak. Maar het zou trouwens zo een pak kunnen zijn. Als ik hem zo dicht doe. Zal ik hem even dicht? Het zou echt zo een pak kunnen zijn. Maar ik vind het open wat leuker. Want anders ben je echt zo één rechte bladzak. Oké, ja. Ik moet nog even TikTok filmen, want ik had een TikTok transition. Right, Stan is inmiddels aangekomen. We gaan nu lekker een borrelplank ophalen. Dat heeft hij besteld. Super lekker. En ja, dan gaan we daarna taart halen nog en mijn oma ophalen. Super gezellig. Oh my god, Stan heeft dit geregeld. Een heerlijke borrelplank van een restaurant. Oh my god. Zo lekker! Dat gaan we nu opeten. Oké, het is inmiddels avond. Ik heb net sushi gekregen van Neko Sushi Alpha. Hij had mij het bericht gestuurd. En het zit dus een Alpha in mijn buurt. En wat ik zojuist heb ontvangen, dat is echt niet normaal. Gewoon, het ziet er echt uit als de beste sushi ever. Moet je dit zien? Niet normaal hoeveel. En het ziet er super goed uit. Echt heerlijk. Ik zal een Insta hier natuurlijk zetten en een website. Woon je hier in de buurt? Ik zou echt, oh, ze hebben hier echt met zoveel lekkere dingen. Hier met carpaccio roll en allemaal lekkere gefrituurde dingetjes en zalm en gyoza's, boontjes. Echt overal is aan gedacht. Het is echt geweldig. Heerlijk. Nou, wij gaan hier lekker van genieten. Dit is echt de best birthday dinner ever of my life. Hier, je kan me gewoon niet blijer maken als met dit. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Vandaag ga ik mijn verjaardag vieren voor mijn vriendinnen. Dus ik ga nu wat inkopen doen bij de Sligo. Want ik ga dus een birthday dinner maken. Ik weet niet of jullie dat al wat laten zien, maar ik ga... Dit is de menukaart, helemaal leuk. Dus daar ga ik lekker dingen halen bij de Sligo. Love it, hoi, leuk. Oké, het is inmiddels veel later, het is al bijna 5:30. Ik heb me helemaal omgekleed en we zijn alles aan het versieren. Ik heb ook het eten al klaar. Ik heb hier het voorgerecht, het hoofdgerecht moet ik nog maken. En ja, we zijn het helemaal leuk aan het versieren. Zo ziet de tafel eruit. Helemaal leuk ballonnen en een gordijn. Helemaal leuk. Nou, nu nog wachten op de meiden. Zo, we beginnen lekker met het voorgerecht. Mijn zussen zijn er trouwens ook. Helemaal leuk. Hoi, hoi. Oeh, lekker. We hebben lekker sushi. Hallo. Hi. Nou, wij zijn nu lekker mojito's aan het drinken. Iedereen is aangekomen. Nina, Anne en Smee. Kijk, mijn lippen eromheen.
En Sarah is als influencer, want ze heeft vodka gekregen. Ik ga eerst nog even mojito. Hebben we nog niet gedronken? Lekker? Ja. Lekker, maar Sarah heeft dan nog geen cursus meer nodig hiervoor. Nee joh. Nou, het is inmiddels dus avond. Het is 10:15 en we gaan nu lekker aan de vodka. En ik heb de leukste samenwerking ever met het vodka-merk Delitonia. Dit is een vodka en hier zitten maar 24 calorieën. Vodka, 24 calorieën in een vodka-glas. Ja, dus als jij lekker wilt drinken, want zoals de meesten van jullie weten, ben ik een beetje bezig met het gezondere leven. En deze vodka bevat dus maar 24 calorieën per glas. Dus dat betekent, nou, ongeveer als je dit met dit drinkt, dan heb je heel weinig calorieën. Dan ben je ongeveer op de 30 calorieën per glas. Je zit ongeveer op de 30 calorieën per glas. Dus eigenlijk kun je gewoon unlimited keihard zuipen. Ja, ik ga even proeven. Ja, ga jij eens proeven voor mij. Ik heb met dit erbij gedaan, dus ook voor een beetje weinig calorieën. En ik zal sowieso een linkje van de Insta in de beschrijving zetten. Nou, top. Proeven. Kom, top. Gewoon heel lekker. Nee. Nou, super. Maar ik heb ook niet heel veel gedaan. Normaal doe ik misschien zo. Ik heb het nu een beetje gedaan. Ja. Zo. Perfect. Alles wordt ook maar dit is lekker toch? Ja. Heel lekker. Ja. Ik ga in de bus. Hoi. Ja. Nou, waar is die bus? Pamina, daar gaan we. Dit staat nergens op, luister dan. We zijn met z'n zes en we dachten even cocktailtje, kijk. Ik weet niet waar die al die glazen zijn. Ik weet niet komen. Wat er is gebeurd, maar volgens mij hebben voor elk glas gewoon... Maar iedere keer hebben we gewoon 5 glazen. Het is gewoon 30 man. Isabel. Wat nou? Met een klontje in de hand. Met de klompen. Isabel, wat is dit? Ja, wat... Wat doe ik? Met hoeveel mensen zijn we geweest? Ja, ja, met 5. Met 6. Met 6 personen. Oh, nou, hoi. Ja. Morgen allemaal, het is inmiddels de volgende dag. Ik zie er echt niet uit. Het is echt zo leuk geweest. Niet normaal. Ik zie er niet uit. Stanley ligt op bed en ik heb even een ontbijtje voor ons gemaakt. Kijk hoe lekker. Jee. Het was echt zo gezellig gisteren. Ik heb echt niet zo heel veel gevlogd. Omdat ik gewoon lekker aan het genieten was. En druk. Zoals ik gisteren dus al zei, had ik deze vodka van Delitonia. En er zit dus maar 14,5% alcohol in en 24 calorieën per glas. En ja, dit is gewoon ideaal. Het is echt super chille vodka. Want je wordt ook niet te snel dronken. Want ik word altijd veel te snel dronken van vodka. En ik voel me nu echt veel beter als normaal. Normaal heb je echt zo'n katergevoel. We hebben nu ook wel wijn en zo op. Maar het voelt echt, ik zal een Insta sowieso zetten. Ik vind het echt een uitvinding gewoon. Wil je gezonder leven en toch drinken. Dus hun zijn de eerste vodka die dat heeft. En ze hebben gewoon een dop die erop en af kan doen. Dus je kan het ook gewoon bewaren. Dus ja, super chill. Ik ga dit een beetje van haar stand brengen. Oké, guys. What the fuck. Ik was deze weekvlog aan het editen. En ik kwam tot het besef dat ik helemaal nooit mijn cadeaus heb verteld. En ja, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Want ik wil natuurlijk wel vertellen wat ik allemaal heb gekregen. Ik heb het alleen gewoon zo druk gehad op mijn verjaardag zelf dat ik er geen tijd voor had. En de volgende dag was ik gewoon kater. En ik lag alleen maar bed. Gewoon niks gedaan. Dus... ik wil even laten zien wat ik heb gekregen. Oké, het eerste van Yvonne Bo heb ik echt een vet leuke kaart gekregen. Dan van binnen allemaal leuke foto's. Heel leuk. En ja, wat er een heel lief verhaal zat erin. Maar waar het nou op neerkomt is dit. Er staat... daarom hebben we speciaal voor jou een leuk weekend samengesteld. We gaan met elkaar weer een gekke en leuke herinnering maken en daarvan genieten. We geven jou als cadeau een dagje Walibi World en daarbij gaan we heerlijk overnachten in een hotel. Nou, nu door corona kan het dus nog niet. Maar we gaan dus met z'n drieën fucking leuk naar Walibi. Echt, ik hou echt van pretparken. De mensen die moet je kennen, ik vind het zo leuk. De laatste keer dat ik naar pretpark ben geweest was Efteling en het was echt
de leukste dag uit mijn leven. Het was zo gezellig gewoon. En ja, dus we willen, we gaan naar Walibi en dan gaan we daar gewoon lekker dichtbij een hotelletje pakken. Super chill, want dan na zo'n dag heb je natuurlijk helemaal geen zin meer nog helemaal naar huis te rijden en zo. Dus super gezellig, echt niet normaal veel zin in. Echt super leuk van de meiden dat ze dat helemaal gemaakt hebben voor mij. Heel lief. Dus hebben we van Yvonne Boog gekregen en van Nina is mee. En Anne heb ik ook een hele leuke kaart gekregen, die ook super leuk geschreven is. Van hun heb ik ook een superleuk cadeau gekregen. Ik zal het even zeggen. Als cadeau bij een gezellige avond voorbereid met een leuke workshop. Iets waar we nog een lesje in kunnen gebruiken. We zijn benieuwd of je het al kan raden. De dresscode wordt chic. En ik had goed geraden. Ze gaan namelijk een cocktail workshop geven. Nou, hoe leuk en origineel. Ja, ze gaan er een hele chique avond dus van maken. We gaan helemaal gezellig eten. En dan komt er dus iemand langs die onze cocktails gaat leren maken. Een barman. Echt fucking leuk. Want elke keer maken we cocktails. Maar het smaakt gewoon niet. En het ziet er gewoon niet uit. Dus helemaal leuk als we een workshop daarin krijgen. Echt vet leuk. Heel leuk bedacht ook. Dus ik heb allemaal leuke uitjes op de planning. Helemaal gezellig. En dan van Stan had ik dus die borrelplank gekregen. Super lief. Daarnaast heb ik deze box gekregen. En dit zijn allemaal leuke spulletjes. Gewoon badspulletjes. En allemaal zo morgen lekkere zeepjes en dingetjes. En er is al dus een kaart. En daar staat een cadeau op beschreven. Ook een lief verhaaltje. En wat hij zegt is dat hij als het open is mij wil meenemen. Wil uit eten wil meenemen bij Moon in de Adamtoren. Voor de mensen die het niet kennen, dat is dit. Zo ziet het eruit. Het is echt super gaaf. Fucking mooi. Helemaal zin in. Dus ik heb alleen maar leuke dingen op de planning. Echt niet normaal te gekke cadeaus. Echt veel te gek allemaal. Had helemaal niet gehoeven. En waarom ik vind het heel leuk dat ik allemaal dingen heb gekregen om te doen. Want door mijn YouTube krijg ik natuurlijk genoeg spullen en kleding. En weet ik het allemaal. Dus het is echt vet moeilijk om voor mij een cadeau te bedenken. Dus van mijn ouders heb ik trouwens ook deze spiegel gekregen daarom. Heel leuk. Ja, weet je, op een gegeven moment heb ik zoiets van, wat moet ik? Ja, ik weet helemaal niet wat ik wil. Maar ja, dus dan ga ik in met Stan en we hopen dat dat op 2 april kan. Want dan hebben we een half jaar. Dus het ligt aan als de restaurants open zijn. Maar dat zou ook super leuk zijn dat als we een half jaar hebben dat we dan daar kunnen uit eten. Maar ja, dit is even tussendoor. Ik ga nu weer verder. Nee, het is inmiddels avond. Ik ga lekker in het bad. Ik ben helemaal klaar met deze dag. Iets kouder zitten. Nou, dan kan je mij niet meer horen. Hallo. Ik ga lekker een serietje kijken in bad. En ik ga ook denk ik meteen de vlog afsluiten. Want ik ga het toch niks meer doen. Ik hoop dat je het een hele leuke vlog vond. Ik heb echt super, super leuke... Ja, weekend gehad. Mijn verjaardag gevierd. Dat was echt helemaal leuk. Echt super erg genoten. Dus iedereen die op mijn verjaardag was. En alles. Heel erg bedankt voor alles. Oké, ik ben echt moe. Ik ga gewoon de vlog afsluiten. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. En een blauwe duim omhoog te geven. En natuurlijk mij te volgen op Instagram. Dus @sarahverwoerd. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei, katten.